Zo, hallootjes, daar zijn we weer. Voor degenen die nieuw zijn, welkom. Mijn naam is Rianne van Rietjes Budget. En vandaag ga ik een kerstavond doen voor de maand februari. Dus ja, ik ga gewoon beginnen. De mapje aan de kant. Voor de komende maand, of voor deze maand, heb ik een bedrag van €400 dat ik mag een kerstavond. Dus die heb ik hier. Ik zal natuurlijk nog wel even tellen of die ook echt klopt. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300. En dan moet dit dan nog 100 zijn. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, oeps, 90, 100. Oké. Dat is dan gedaan. Ik heb mijn nominaties heb ik even hier op mijn telefoon om te zien hoe of wat, of de bedragen. In ieder geval, we gaan beginnen met de boodschappen. Ik wil even eerst alles uit de mapjes halen wat ik de afgelopen weken heb overgehouden. De afgelopen maand. Dat even hier neerleggen. Afgelopen maand hebben jullie vrij weinig van me gezien. Ik had even een rustmaandje. Ik was nog aan het bijkomen van corona. Ik had fixen pakken. Hier en daar ben ik nog wel een beetje benauwd en hoesterig, maar gelukkig al een stuk minder. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat zou ik er verder van zeggen? Ik ben in ieder geval blij dat ik weer redelijk de oude ben. Ik ben sinds 2 weken ook weer begonnen met sporten. Voor het eerst in een paar jaar tijd. En ik heb het gelukkig weer goed te pakken. Want ik miste het echt. Maar omdat ik bij het gezondheidsproblemen zoveel wisselingen had in mijn lichaam. En mijn zelfvertrouwen zo diep de grond in was gezakt. Niet alleen door wat er gebeurde, maar ook gewoon door mensen om me heen, zeg maar. Kon ik gewoon niet de motivatie meer opbrengen om te gaan sporten. Ik was zwaar teleurgesteld in mezelf. Maar dat had ook voornamelijk met mijn gezondheid te maken. Dus het heeft een enige tijd geduurd om die knop weer om te zetten. Maar het is me gelukt en ik ben zo blij dat ik het gewoon weer doe. Het heeft gewoon even tijd nodig. En ik vind het gewoon ook echt weer leuk. Dus ik ben nu iedere maandag, woensdag en vrijdag ben ik volop aan het sporten vanuit werk. En ik ben de eerste paar kilo's ook alweer kwijt. Dus ik ben er heel erg blij mee. Het gaat echt de goede kant op. En qua dieet heb ik niet heel veel veranderd. Ik drink vrijwel geen frisdrank meer. Alleen in het weekend mag ik dan 1 flesje, 1 zo'n klein petflesje. En verder ben ik gewoon aangewezen op water, thee, natuurlijk mijn zuivel dat ik wel graag heb. En ik heb suikervrije aanmaak gehaald. Dat ik wel iets van de smaak heb af en toe. Even kijken hoor. Dit is van mijn voorraadpotje. Ik wil even wat wisselen. Oké. Ik hou €4 in de voorraad. Zo, en dan mag de kleine grut eruit. Oké, we gaan gewoon even beginnen met de eerste week, of de eerste 4 weken van de boodschappen. Je krijgt €50 per week. Dus 20, 30, 40, 45, 50. Hup, en door. 20, 30. 40, 45, 50. Dat is de tweede week. 20, 30, 40, 45, 50. Ik heb ook afgelopen weken niet gedobbeld voor mijn weekbudget. Ik heb gewoon eigenlijk gedaan waar ik zin in had.
Maar wel gewoon, zoals jullie zien, mooi budget kunnen overhouden. 1, 2, 3, nog eentje. 20, 30, 40, 45, 50. Dus ik ga vanaf vandaag weer dobbelen voor de weekbudget. En als jullie gezien hebben, heb ik gisteren een video geplaatst dat ik een mega voorraad heb kunnen inslaan. Dat heb ik kunnen doen doordat ik mijn wisselgeld heb kunnen sparen en mijn koopzegels heb kunnen sparen. En niet te vergeten, mijn kippie spaar challenge heb. Daardoor heb ik gewoon een mooi bedrag kunnen sparen en kunnen gebruiken voor deze mega voorraad. Dus het gaat me de komende tijd, periode, echt zo goed helpen. Waardoor ik hopelijk meer kan sparen en besparen. En ja, dat is denk ik gewoon een kwestie van bijhouden. We gaan het zien, hè. Dus ik heb 4 keer 50 euro voor de boodschapjes. Een voorraad gaat ook weer 10 euro krijgen. Dus ja, ik blijf er gewoon 10 euro per maand in doen. De poezel. Mijn draakje krijgt natuurlijk ook 20 euro. We gaan nog even mooi inkleuren. Nou ja, mooi is misschien een ander verhaal. Maar we doen het gewoon even. Zo. Sorry, ik zit weer te blaffen. 20, 40, 60, 80 euro voor de poezel. Ik vraag me eigenlijk af, hè, hoe jullie dat met jullie huisdieren doen. Haal je ook altijd van die grote voordeelzakken van de duurdere merken? Of hebben jullie gewoon van, nou weet je, de huismerk of gewoon Whiskas of Felix, weet ik veel wat voor merken je allemaal hebt, is ook gewoon prima. Want bij mijn vorige poes had ik voornamelijk Felix. Daar was ik ook echt fan van totdat ik overging naar Royal Canin. En ik heb ook Prins even tussendoor gehad, omdat Royal Canin werd geboycott, had ik het idee, omdat het zoveel waren duurder geworden. Ik zit nog wel eens te twijfelen van, zou ik alsnog teruggaan naar Felix of zou ik gewoon lekker houden wat ik nu ook heb? Ik weet het niet. In ieder geval, we zullen zien. Kijken, huishouden, daar zijn we weer. Ik ben helemaal leeg. Gaat 5 euro in. Wasmiddel gaat ook gewoon lekker 5 euro in. Dus dan heb ik nu in totaal 10 euro voor de wasmiddel. Gezondheid. Ook deze krijgt 5 hele eurotjes van mij. Dan zit deze op 10 euro. Verzorging. Heb ik het een en ander voor gehaald nog. Maar al het kleingeld gaat er gewoon lekker uit. Hoppakee. En dan gaat er weer 5 euro in. Dan heb ik even spieken. Klopt het nou wel? Wel, hè? Ja. Snackdag. Gaat ook al het kleingeld eruit. Kijk eens aan. En dan gaat er een tientje bij in. En Aziatisch genot gaat ook een tientje van me krijgen. Dat ik weer iets lekker sushi of Chinees kan gaan halen. Of iets in ieder geval. Heerlijk. Dus de eerste mapje is gedaan. Dan gaan we naar het tweede mapje. Voor de langere termijn. Kippie zit hier tegenwoordig in. Ik denk als ik gewoon standaard iedere maand een bepaald bedrag erin doe, dan vind ik het eigenlijk ook wel weer goed. Wel, deze mag eruit, want ik heb het uitgegeven afgelopen week. Of gisteren zelfs. Dus, er gaat 5 euro in, dus dan mag ik 2 kippetjes inkleuren. Ik ga ze lekker rood maken, want ja, waarom ook niet? Oh, ik krijg een bericht binnen. Het is toch ook wel een keer belangrijk. Oh, ik kan nog steeds niet kleuren. Dat is in ieder geval niet veranderd dit jaar, dat ik nog steeds heel goed buiten de lijntjes kan kleuren. Dus, yay! Yes! En normaal bestel ik kippie ook online, maar nu we de winkel hier in de stad hebben, denk ik, nou, we gaan gewoon daar dus halen. En daar is het assortiment ook vele malen uitgebreider. Dus
Ja, ik denk dat ik het voor vandaag ga halen. Waarom ook niet? Oké. Deze is gevuld. En dagje wegfietsen. Gaat 10 euro krijgen. Oké. Dus als ik een keer een dagje ergens heen wil fietsen met mooi weer. Dat ik lekker kan lunchen ervan. En gewoon even omgeving en cultuur snuiven. Want ja, Nederland is gewoon mooi, hè. En natuurlijk om mijn reiskosten dan te dekken. Want elke kilometer dat ik gefietst heb, krijg ik 10 cent vergoed van mij. Zodat ik kan sparen voor een nieuwe accu. Want die dingen zijn niet goedkoop natuurlijk. Dus ja, zo heb ik voor alles wel wat verzonnen. Dat maakt niet uit. MeTime gaat 15 euro krijgen. Ik ga van de week, of volgende week, hopelijk weer eens naar de kapper. Het is alweer lang geleden. En ik heb namelijk een kapper gevonden die niet alleen maatjes netjes knipt, maar ook gewoon lekker maskers geeft en hoofdmassages. En ik, oké. Dan zeg ik geen nee tegen. Dat vind ik gewoon lekker, een hoofdmassage. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, ik heb het er wel voor over om dan even ietsjes meer ervoor te betalen. Maar dan ben ik alsnog goedkoper uit dan bij zo'n dure kapper. Dus ja, goed verhaal weer. Lekker kort en krachtig, hè? Even kijken, uitjes. Die krijgt 15 euro. 2 euro gaat eruit. Ik was laatst even met een vriendin naar de IKEA geweest. Was gezellig. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 105, 110. Toen ben ik ook met openbaar vervoer gegaan naar Utrecht. Ik ga eigenlijk nooit met openbaar vervoer. Dus sinds mijn auto eruit is, ben ik voor het eerst met de trein en met de bus gegaan. Wat is Utrecht Centraal groot, zeg. Dus. ik was echt bang om te verdwalen. Ik dacht, ja, het is gewoon een kwestie van borden lezen natuurlijk. Maar jeetje, daar echt. Ja, ik wist wel dat het groot was. Maar ja, reizen met OV is dus eigenlijk heel nieuw voor mij in dat geval. Nou ja, maakt niet uit. Ik blijf hier doorbrabbelen zoals jullie horen. Kleding, werk en sportkleding. Even spieken. Die krijgt 25 euro. Onlangs weer sportkleding aangeschaft. Dus ja, die zit ook echt lekker. Gewoon simpel van Scopina. Die heeft ook wel de grotere maten. Dus dat is ook fijn. 20, 40, 60, 80, 100, 20, 25, 30. Dus dat gaat ook de goede kant op. Want ja, ik verwacht natuurlijk wel gewoon lekker te kunnen afvallen nu ik het weer onder de knie heb. Dus dan is het ook fijn om een potje te hebben ervoor. Schoenen. Even spieken. Die gaat 10 euro krijgen. Ik had de sportschoenen ook gehaald, dus dat is hier vanaf gegaan. Dus 50, 70, 80 euro'tjes heb ik nu in schoenen zitten. En dan hebben dingetjes. Is helemaal leeggetrokken. Die leuke zeeppompjes en dergelijke van gehaald. 10 euro gaat erin. Voor mijn hebben dingetjes. En dan heb ik hier de boeken / puzzel. Ik heb van de week dus mijn e-reader gehaald. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan hoop ik in deze dagen te beginnen of mijn eerste boeken ermee te bestellen voor Virgin River. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het leuk. Maar in ieder geval 5 euro gaat erin. Dus heb ik 100, 120, 125, 130 euro om aan boeken en of puzzels te besteden. Dus dat is leuk. Ik ben blij dat ik dit mapje gestart ben eigenlijk. En dan gaan we nu naar het laatste mapje. My birthday. Yay. Die krijgt 5 hele eurotjes. En dan heb ik 50, 55, 60. Ik weet nog steeds niet of ik dit jaar mijn verjaardag wil vieren. Ik heb het al een paar jaar niet echt meer gedaan. En ik vind het eigenlijk wel prima. Ik ga liever uit eten ofzo. Maar ja, dat ben ik.
Oké, de volgende is Mappadag. Die gaat Tine krijgen. Oh, nee. Ze zijn 5 euro per dingetje. Kijk eens aan. Dus dit is voor de vader. Dus voor zowel vaderdag als zijn verjaardag. En ik heb moeder en moederdag. De verjaardag en moederdag. Dus ja. Nee, dan had ik hem er nou in gedaan. Ik weet het niet meer. Kijk hoor. Ik weet het echt niet meer. Ik doe hem er gewoon even in en we gaan het zien. Volgens mij had ik hem er nog niet in gedaan. Kijk, ik raak gewoon van mezelf in de war. Dus altijd leuk. We gaan het zien of die goed is, ja of nee. Verjaardag. Die gaat gewoon 5 euro krijgen. Er zit nu 5 in, komt 5 bij, maakt het 10. En dan heb ik cadeautjes, zit 5 in, komt 5 bij en dan wordt het weer 10. En ik heb het toch goed gedaan, feestdagen, krijg 10, zit al 50 in. Dus dat wordt dus 60. En dit zijn gewoon placeholders, dit duidt dus eigenlijk aan wat ik op mijn rekening heb staan. Mocht je het niet begrijpen waarom ik al die dingetjes heb. Dus ja, dit staat op mijn rekening. En dit is wat ik dan cash heb. Dus in totaal 60 hele eurotjes voor de feestdagen. Hoppa! Dit is gedaan. En dit ga ik in de volgende video doen. Dus ja, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en mijn gebrabbel hebben doorstaan. In ieder geval wens ik jullie nog een hele fijne zondag en ik zou zeggen tot de volgende. Doei doei!